Ja, wij zijn de vrienden van VV Hoevenvreut. We doen de jaarlijkse padgrondactie, de poordaardactie. En daarbij verkopen we padgrond en in de hele gemeente Haaksbergen, de dorpskernen daarvan. Wij doen dit om voor de VV Hoevenvreut een jaarlijkse donatie te doen. En daarnaast zoeken we nog meer draagvlak. En dan kiezen we ook voor een jaarlijkse donatie aan de vrienden van het Widerhof. Om toch de oudere generatie binnen Haaksbergen toch een steuntje in de rug te kunnen geven. En bij te dragen aan het maatschappelijke belang van het Widerhof. Nou, Wim, namens de vrienden van VV Hoevenvreut. We hebben een jaarlijkse donatie voor de vrienden van het Widerhof. En ik hoop dat het op een goede plek terechtkomt. Dankjewel namens de Stichting Vrienden van het Widerbroek. Hier in het Widerhof. Ja. Danken we hartelijk. We gaan het goed besteden. Prima. Ja. Prima. Helemaal goed. Dankjewel. We zijn heel erg blij met het gekregen bedrag. Jaarlijks krijgen we van onze donateurs geld. Maar dit is een hele mooie aanvulling van de vrienden van de Hoeve vooruit. Dat kunnen we gebruiken voor de cliënten van de locaties van Livio waar verpleeghuiszorg geboden wordt. We proberen daar juist de zaken te bekostigen die niet bekostigd worden vanuit de overheidsfinanciering. Denk aan tuinsets, denk aan een duofiets. Denk aan het jaarlijkse Sinterklaas bijdrage bij het kerstfeest. En zo hebben we een hele uitgebreide begroting waaruit heel veel zaken gefinancierd worden. Dat weten natuurlijk ouderen, ook binnen Haaksbergen, de gehele Haaksbergse kerngen, een steun in de rug kunnen willen geven om dus toch een goede oude dagvoorziening te kunnen geven. Waar we dit voor gaan besteden, ik denk dat het naar de tuinsets gaat. Voor de nieuw geopende locaties op het Widerhof. 5 maart gaan we weer langs de deur heen om de poortzaden actie af te leveren. Tot en met 3 maart kunt u deze online bestellen op www.hoevenvreut.nl/poortzaden. Er worden ook nog flyers binnen de dorpskernen bij iedereen bezorgd. En daardoor is een bestelling mogelijk. En deze raden we bij velen bij u aan.